Hallo jongens en meisjes van Tolkanos Gamer, welkom weer bij deze nieuwe Minecraft Hardcore Minecraft Survival serie. Juist ja, en ik zie dat het alweer donker is, maar we kunnen dan natuurlijk weer niet naar buiten, want of wij zijn gewoon fucking pussy, of dat is gewoon normaal omdat we rustig aan moeten doen, omdat het natuurlijk hardcore is. Nou, ten eerste, wat ik in deze aflevering wel gaan doen is alvast wat gaan minen, maar ik bedacht me ook natuurlijk dat ik eigenlijk natuurlijk een bed nodig heb. Maar kijk, omdat het natuurlijk donker is, kan ik niet naar buiten gaan. Dus, wat ik ga doen is, ik ga toch even wat mijnen. Ik denk dat ik even wat... Wat zal ik eerst pakken? Ik heb natuurlijk al een pickaxe klaarstaan. Nice, ik heb een pickaxe. Dan gaan we even wat mijnen voor iron. Want wat ik nodig heb is natuurlijk ook nog een iron helm. En iron boots. En ik heb één iron ingot, maar we hebben natuurlijk veel meer nodig. En wat ik heb gehoord, wat jullie in de reacties hebben achtergelaten, is dat je bijvoorbeeld ook torches kan maken met charcoal of charcoal, hoe je het ook wil noemen. Maar zo kun je dus ook gewoon torches maken. Want met dit charcoal of wat dan ook, kun je ook gewoon torches maken. Maar het is een soort van een of andere fake coal-achtig iets. En daar lukt het blijkbaar ook. Dus wat ik ga doen is, ik ga straks dus naar buiten. En blijkbaar maak je dat door gewoon normale logs in de furnace te doen. Oh, iron. En door dat te gaan smelten, krijg je dan op een gegeven moment van dat charcoal. Dus ik ben benieuwd of dat gaat lukken, jongens. Dat ga ik natuurlijk wel doen als het zo wat daglicht is. En dan wat ik ga doen is, ik ga dus als eerst dat doen. En daarna ga ik naar buiten. En dan ga ik proberen wat schapen te vinden om te verkrachten. Want als we nou eenmaal schapen hebben verkracht, dan kunnen we namelijk onze bed maken. Want we hebben al één wol als het goed is. Ja, kijk, we hebben één wol, maar het is niet goed genoeg om een bed te maken, zoals jullie weten. Of zoals jullie nog niet weten, jullie kunnen ook een noob zijn. Ik bedoel, ik ben ook echt een hele grote noob, zoals jullie hebben gemerkt. Oh, kijk, dat is echt gevaarlijk, jongens. Hier heb je echt heel veel lava in de buurt. Dus je gaat denk ik even rechtdoor gewoon zonder naar beneden te gaan. En dan ga ik proberen om gewoon een afstand te nemen van dat lava gedoe dat allemaal achter me zit. Dus jongens, ik ben vandaag natuurlijk weer naar school geweest. Ik had een economietoets in de ochtend. Het ging best wel goed. Het was echt zo'n makkelijke economietoets. Heb ik geen pickaxe meer. Scheiße. Oh, wacht. Oké, ik ga even heel snel naar boven, jongens, om pickaxe te fixen. En die economietoets ging echt makkelijk. Het was best wel... Ja, ik denk wel dat ik gewoon een hoog cijfer heb. En verder wat ik heb gedaan is, ik heb ook een Nederlandse presentatie gehad. Ja! Het ging echt heel goed in mijn presentatie. Ja, ik ben best wel goed in presenteren, vind ik zelf. En dat de leraar vond dat ook. Alleen is het wel zo dat ik af en toe wat taalfoutjes maak. En dat heb ik zelf ook gemerkt, hoor. Niet dat ik dat niet heb opgemerkt. Want ja, ik weet niet wat het is, maar kijk, ik heb het niet echt helemaal uit mijn hoofd geleerd. Ik ben zo'n gast die zulke dingen gaat improviseren of wat dan ook. Dus dan maak je uiteindelijk taalfoutjes. Ik ben ook Turks, dus hey. Ja. Maar ik heb alsnog een 8,5. Hoogst van de klas. Zwek. Zwek. Oké, verder wat ik ga doen is, ik moet eerst even een pickaxe maken. Ik ga even heel wat pickaxe maken. Pickaxen maken. Ik heb geen idee. Zodat we natuurlijk niet steeds naar boven hoeven te gaan om nog een pickaxe te maken. Dus, hoe ga ik dat doen? Ik ga als eerst even wat... waar is mijn crafting? Zo, dan maak ik even stokjes. 4 stokjes zijn genoeg. En dan zo, maak er even 2 van... Ta-ta-ta, ta-ta-ta, ta-ta-ta. Zo, ta-ta. Oh nee, ta, nu. Oké, mooi. We hebben 2 pickaxes genoeg. We hebben alweer 2 iron ores gehakt, zie ik ook. Dat is best wel nice. Maar hoeveel hebben we nog nodig voor een helm? Heb je volgens mij 3 nodig. En voor een boot ook zoiets. Dus ik ga gewoon voor de 10 of 8. En dan is het wel genoeg geweest. En dan is het ook weer daglicht volgens mij. Iron is wel gelukkig makkelijk te vinden in deze serie. Niet dat we zoveel problemen moeite ermee hebben. Oké, waar waren we naartoe gegaan de vorige keer? We gingen hier naartoe volgens mij. Jongens, vergeet natuurlijk ook geen... precies die. Vergeet natuurlijk even geen duimpje omhoog te doen. Motiveert zeker. De vorige keer hebben we... Ik heb geen idee hoeveel likes. Maar de eerste aflevering hebben we rond de 45 likes gehad. Daar ben ik echt ontzettend blij mee, jongens. Dat jullie het weten. En de tweede aflevering was het ook al echt zo'n 30 likes. Rond zoiets. En jullie moeten ook natuurlijk even in de reacties achterlaten of jullie nog wat tips voor mij hebben. Want zo goed ben ik nog niet in het spel. En het is natuurlijk wel handig als jullie mij hierbij helpen. Dan vind ik dat echt awesome. Dat ik niet alles hoef op te zoeken. Dat is niet leuk om te doen. Maar als jullie gewoon reacties achterlaten, kan ik dat gewoon lezen. Oh, oké. Wat hebben we hier zo? Mineshaft? Diamonds in de muur. Pak ze. Want die zijn duur. Ik ga nu een iron pickaxe maken. Zodat ik die diamond kan hakken. Awesome. Lekker. Lekker jongens. Diamond gevonden. Ah. Oh. Ah. Oh. 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 Eten. 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 Zo. Jongens. Ik ben ontzettend blij met die diamond die we hebben gewonnen. Serieus. Ik denk dat er in de buurt nog wel...
wat diamonds liggen, hopelijk. Zodat we nog meer kunnen hakken. Want 1 is natuurlijk niet zo heel erg veel. Maar ik ben wel blij om gewoon alweer diamond te hebben gevonden in de derde aflevering. Dat is best wel chill. Dus ik ga even weer naar boven om een iron pickaxe te maken. Want je kan natuurlijk niet met zo'n stone pickaxe. Kan je natuurlijk geen diamond hakken. Daar is hij te passief voor. Dus ik ga dat eventjes fixen voor jullie. En dan gaan we die diamond als een baas hakken, jongen. Oh, oké, zo. Hele stokjes. Oh, wacht. We hebben weer geen genoeg stokjes. Dus maken we even één zo. Oké, en dan doen we ta-ta-ta. En dan iron, waar ben jij? Oh, wacht. We moeten die ook nog even gaan smelten, hè? We moeten onze iron gaan smelten. Ah, YOLO. Oké, waar is mijn iron? 2 als het goed is. Ik had het toch net gehakt? Ah, hier. Oké, ik dacht al, what the fuck. Oké, en hier. Bam. Hopelijk is dat genoeg. Wordt het dan weer daglicht? Nee, niet echt, nee. Oké, en terwijl dat gaat smelten, kunnen we even naar buiten kijken. Oh! Dat was geen slim idee, jongens. Wow. Hey, sukkel. Kom dan. Kom dan. Kom dan. Ah, nu durf je niet, hè? Passé. Oké, zo. Nice. Oké, we hebben nu genoeg om gewoon een iron pickaxe te maken. Ga ik even fixen voor jullie. Zo. Stick. Hier. Zo. Nice. Oké, jongens. Lego. We gaan even lekker. Lekker. Gaan we even die diamond ore hakken. Heb ik echt zin in, serieus. En wat we kunnen doen met die diamond. We kunnen ervoor zorgen om. We kunnen het sparen, denk ik. Ik ga het natuurlijk sparen. Want voor een enchanting table. Ik hoop dat jullie weten wat het allemaal inhoudt. Dat is dat je armor kan enchanten, waardoor het natuurlijk wat sterker wordt. Dat is natuurlijk echt veel beter. Omdat we ook in een hardcore serie zitten, is het natuurlijk om handiger. Is het ook handiger om je armor te enchanten. Dus dat is ook wat ik ga doen. Maar als eerst wil ik even hier de lava even bedekken. Zodat er echt helemaal. Dat het helemaal gewoon veilig is. Zo ga ik dat doen. Kan ik er rustig overheen lopen zonder stress. Zo, oh, wacht. Zo. Zo. Oké. Oké, wacht. Ik ga dit eventjes hier hakken. En ik ga echt alleen maar iron pickaxe gebruiken bij diamond en al, weet je. Ik wil dat niet verspillen. Jongen, kijk uit Tolkien, man. Oké, zo. Oké, even een torch plaatsen zodat we wat kunnen zien. Oh, wacht. Ja, zo. Aha. Bam. Nice. Oké, diamond, kom hier. Oh my fucking god, ik heb net mijn. Ik heb één diamond verspild zojuist, jongens. Oh mijn god. Ik ben gewoon zo slecht in zulke dingen, hè. Maar gelukkig, ik ben blij dat hier meer diamond dingen zitten. Maar hoe ga ik dat fixen? Want ik heb nu zo'n gevoel dat als ik dit weer ga hakken, dat het weer in de lava gaat vallen. Dus hoe kunnen we dit het beste fixen, jongens? Ah, hier zit ook wat lava. Fuck. Misschien zo. Hoe de fuck kan je dit fixen? Ik wil het niet verspillen. Ik ben serieus bang dat het dan weer in de lava gaat vallen. Shit. Water? Oké, wacht. Ik ga eventjes kijken of hier. Oh, daar heb je ook nog diamond. Ik ga gewoon water pakken, man. Ik ga gewoon water pakken en het er gewoon overheen gooien. En dan krijg ik ook nog obsidian, volgens mij. En, oh, wacht. Maar we hebben geen bucket. Oké, een andere manier om dit op te lossen. Kom op, Tolgan. Denk. Als we nou dit hier... Of... Als we dit zo doen. Dan moeten we dat hier plaatsen. Ja. En als we dat dan weer hier plaatsen... Want dat kan weer niet, hè. Zo. Als het goed is, gaat alle lava hier weg? Ja? Gaat het allemaal weg? Nee, niet allemaal. Gaan we dit een beetje coveren met steen? Nee. Oké, en dit kunnen we dan gewoon hakken. Alsjeblieft. Nice! Maar hier dan? Weer niet, hè? Nee. Zo. Nee, niet die. Fuck. Oké, jongens, sorry, maar dit moet ik fixen. Dit moet ik op de juiste manier moet ik gewoon dit proberen te oplossen. Want ik wil dat echt niet dat mijn lava voor niks. Zo. Ja? Ja. Oké, alsjeblieft. Nice. Nice. Hoeveel? 3 diamonds. Oh, we hebben wel één verspild. Dat vond ik echt kut. Maar ik denk.
Is hier nog wat diamonds in de buurt? Zou kunnen hoor, jongens. Misschien hierboven of hier. Nee? Nou, ik ben in ieder geval wel blij met de diamonds die we hebben. 3 diamonds kan geen kwaad. Ah, oh, diamond. Dat is, wacht, 3 diamonds. Is dat genoeg voor een enchanting table? Ik heb geen idee eigenlijk. Volgens mij niet. Of wel. Zou best kunnen, jongens. Maar oké, nu we 3 diamonds hebben, gaan we weer verder. Want ik wil natuurlijk... Oh, even... Dit is een cave, of niet soms? We hebben een cave gevonden. Nice, maar dat is echt de ene kant niet normaal gevaarlijk, hè? Omdat het hardcore is. Zo. Iron in de muur. Awesome dit, man. Awesome. Mijn is chill, want als je iets vindt, word je dan op een gegeven moment blij, weet je. Dat is echt zo'n hele leuke gevoel, of wat dan ook. Oké, ik ga dit even fixen en zo. Zodat ik weer verder kan, want ik ga zo... It's raining lava. Halleluja, it's raining lava. Halleluja. Zo. Dan passen we. We hebben geen torches meer. Maar volgens mij is het alweer daglicht, jongens. Ik ga naar boven toe. Wacht, we hebben wel 4 iron. Kunnen we niet nog wat iron hakken zodat we tenminste dit kunnen overleven? Oh, daar zit nog wat iron. Heb ik dat helemaal niet gezien? Want met die iron kunnen we natuurlijk even wat armor maken. Want dat is natuurlijk echt noodzakelijk voor ons. Want je wil niet weten hoe gevaarlijk het hier buiten is. 8 iron, dat is wel genoeg. Ik ga weer omhoog, jongens. Naar de boven toe, jij weet. Oké, hoe gingen we hier? Zo, ja, we gaan de goede juiste kant op. Oké, nice. Zo, even 3 diamonds gefixt, jongens. Ah, titel. Diamonds in de muur. Ah, dat is wel awesome om te zien. Alleen heb ik wel 1 diamond verspeeld. Maar ja, ik was dom genoeg om het gelijk te hakken. En niet na te denken dat daar beneden natuurlijk lava zit. En ja, als diamond in lava komt, gaat hij weg. Minecraft logic. Ja, maar dat is volgens mij in het echt ook zo. Als je diamond in lava laat vallen. Nou, nee, ik weet het eigenlijk niet. Weet jullie het? Ik denk het niet. Maar dat is wel een hele leuke vraag eigenlijk. Ja, een hele leuke vraag. Oké, oh, het is al het daglicht. Ik ga naar buiten. Maar voordat ik dat... Oh, ja, ik moet nu naar buiten, jongens. En dan wat logs hakken. Maar ik ben wel een beetje bang. Dat hier natuurlijk van allerlei monsters zitten. Maar ik heb geen axe, hè. Oh, wel, ik heb wel zo'n wooden axe. Nou, daar kunnen we nog wel even meedoen. Want ik ga dus die logs ga ik smelten. Zodat er een of ander charcoal of wat dan ook uitkomt. Ik ben benieuwd of dat gaat lukken. Ja, getting wood. Nieuw achievement. Woehoe. Nou, wacht. Ik heb het al eerder bomen gehakt. Maar niet van die witte... Ja, ik heb nog niet van deze witte bomen gehakt. Maar, als we ook wat schapen zouden tegenkomen, zou dat pas echt chill zijn. Alleen zie ik echt nergens schapen. Oh! Oh nee, dat is een kip. Zou wel chill zijn. Maar ja, we kunnen niet alles hebben, jongens. Maar ik ga dit eventjes eraf hakken. Ik denk dat dit wel genoeg is. We hebben niet eens zoveel logs nodig om op een gegeven moment natuurlijk, hoe heet dat? Charcoal of charcoal of wat dan ook. Maar jongens, ik ga nu even dit in onze furnace douwen. En dan gaan we op een gegeven moment beginnen met het bouwen van onze huis. Dat gaan we hierboven doen. Oké, even kijken. Zo. Ik denk... Zoiets, hè? Was dit hem? Oh, ik pak even wat hieruit. En dan ga ik daarvan nog wat normale wood chisel. Oh, dat is gewoon zo natuurlijk. Zo. Kunnen maken. Kunnen we dat gebruiken als brandstof? Ja. Ze hadden wel gelijk, jongens. Nice. Terwijl dat zo'n gang gaat, ga ik ook nog... ik moet ook nog iron smelten, hè. Maar daar wacht ik nog even op. Oké, dan gaan we even naar de boven toe. Waar is onze stone sword? Oké, schapen. Op zoektocht naar schapen. Ik denk dat de schapen misschien daar in de in de verte zitten. Zou kunnen. Want daar ben ik nog niet in geweest. En ja, hier lijkt het me ook wat beter om mijn huis te bouwen. Ik ga hier denk ik gewoon mijn huis bouwen. Lekker open, lekker chillings. Ik denk dat ik gewoon hier mijn huis ga bouwen inderdaad. Dat ga ik ook doen, jongens. Ik ga hier mijn huis bouwen. Wordt awesome. Ik ga even kijken of er hier wat schapen zitten. Want serieus, als we nou gewoon een schaap zouden vinden, zou ik zo chillings gewoon een bed kunnen maken. Ah. Oh. Chunks laden niet, je moeder. Oké, kan ik daar gewoon naartoe gaan, denk je? Ja, ik zie mijn toren nog daar uitsteken. Oké, let go. Even zwemmen, jongens. Maar ja, het is pas dag geworden, dus... We hebben nog genoeg tijd. Doe even een duimpje omhoog. Heb ik al volgens mij gezegd, maar YOLO. Oh, oké, wacht. De chunks laden neer. Kijk, een heel groot gat. Oké, kom op schapen. Als je nou wat schapen zouden willen laten, Minecraft, Mojang. Dan zou ik dat echt op prijs stellen. Maar ik zie serieus geen schapen. Hou je gat. Klinkt zo verkeerd. Oké, nee, ik zie serieus geen schapen hier. Nee, een woestijn, maar geen schapen.
Ja, hier zouden ook geen schapen moeten zijn, omdat het ook een natuurlijke woestijnplek is. Maar ik ga weer terug. Misschien dat ik toch nog onderweg ergens een schaap te vinden kom. Terecht, ding, kom. Nee? Oh, ik kan wel even. Ik kan wel even. Maar jongens, ik ga denk ik wel afsluiten voor deze keer. Wat jullie moeten doen is even me helpen in de reacties. En wat ik verder ga doen is, ik ga nog mijn iron smelten. En dan ga ik ook nog charcoal. Dat hebben we natuurlijk al een beetje gefixt. En dat gaan we allemaal gebruiken in de volgende aflevering. Daar heb ik echt fucking veel zin in. Dus jongens, doe nogmaals even een duim omhoog. Ik zie ons huisje zie ik al daar. Want hier heb je onze toren gemaakt van... Van wat is het gemaakt? Dirt, hè? Ja, oké. Okay, nou, ik chunks laden niet woesjoem. Ja, kijk. Oh, hey, gat, gat. Oké, okay, nou. Jongens, doe even een duim omhoog. Abonneer voor meer. Hoi, hoi, hoi. Dan zie ik jullie weer ooit.